Hallo allemaal! In dit filmpje gaan we kijken naar de juiste volgorde van bewerkingen bij decimale getallen of kommagetallen. En goed nieuws voor jullie, want die volgorde van bewerkingen is weer exact hetzelfde als we altijd al gezien hebben bij onze gehele getallen en vorige week gezien hebben bij onze breuken. We beginnen altijd met de bewerkingen tussen haakjes van binnen naar buiten. Dan gaan we de machten en de vierkantswortels uitrekenen. De derde stap is nog altijd vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. En als laatste gaan we optellen en aftrekken van links naar rechts. We gaan kijken naar een paar voorbeeldjes om het stappenplantje wat duidelijker te maken. Een eerste voorbeeldje. We denken eventjes terug, wat was nu weer onze eerste stap? We beginnen altijd met bewerkingen tussen haakjes. Heb ik bewerkingen tussen haakjes? Ja. Ik zie daar 5,5 min 5,2 tussen haakjes staan. Dat is een bewerking die ik kan gaan uitrekenen. Ik heb ook nog min 0,01 tussen haakjes, maar dat is geen bewerking. Die haakjes staan daar gewoon omdat anders mijn maal en mijn min op elkaar zouden botsen. Twee tekens vlak naast elkaar. Dus daar kan ik niets aan uitrekenen. Dus ik heb één bewerking tussen haakjes. Het is een aftrekking. Ik neem eventjes het stappenplantje erbij over hoe we dat weer gingen doen. We beginnen met twee tekens na elkaar weg te werken. Die zijn er niet, dus dat kan ik al overslaan. Dan moest ik nadenken of mijn beide getallen hetzelfde teken hebben of niet. 5,5. We weten dat hetzelfde is als plus 5,5. Dus ik heb plus 5,5 en min 5,2. Dat wil zeggen twee keer een verschillend teken. Dus het teken van mijn oplossing wordt het teken van het getal met de grootste absolute waarde. 5,5 is, is het grootste getal, heeft de grootste absolute waarde, dus dat wordt plus. En dan ga ik de absolute waarde aftrekken: 5,5 min 5,2 en krijg ik 0,3. Al de rest heb ik niet onderlijnd, ga ik dus ook niet uitrekenen en schrijf ik weer over. Mijn tweede macht bij de haakjes, die blijft nu bij mijn oplossing staan. En dan nogmaal min 0,01. Mijn haakjes zijn weg, dus ik kan verder gaan met stap 2, de machten en de vierkantswortels. Ik zie dat ik 1 macht heb, 0,3 tot de tweede macht ga ik uitrekenen. Ik haal weer eventjes het stappenplan erbij van hoe ik nu weer een macht van een decimaal getal moet uitrekenen. We beginnen zoals altijd met het teken te bepalen. Ik heb een positief grondtal, dus ik zal sowieso een positieve oplossing krijgen. Ik bereken de macht even zonder komma. 3 tot de tweede macht 3 maal 3 is 9. En om te weten waar ik mijn komma moet zetten, moet ik dan kijken naar het aantal decimalen bij mijn grondtal. 0,3 heeft 1 cijfer na de komma of 1 decimaal. Dat vermenigvuldig ik met de exponent, dus met 2. 1 maal 2 is gelijk aan 2. Dus dat wil zeggen 2 decimalen bij mijn oplossing. Dus wordt dat 0,09. En dan moet ik de rest van de oefening heb ik weer niet onderlijnd, Dus moet ik die weer overschrijven. Maal min 0,01. Alle machten en vierkantschotels zijn weg. Dus ik kan verder gaan met stap 3. Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. Ik heb nog maar één bewerking over. Het is een vermenigvuldiging. En die ga ik uitrekenen. Ik neem het stappenplan er weer eventjes bij. Ik bepaal het teken. Ik zie één minuutje. Dus mijn oplossing zal negatief zijn, want ik heb een oneven aantal minuutjes. Dan ga ik vermenigvuldigen zonder comma. 9 x 1 is gelijk aan 9. Ik tel het aantal decimalen in mijn opgave. 0,09 heeft twee decimalen. 0,01 heeft ook twee decimalen. Dus zal ik in totaal. 4 decimalen nodig hebben bij de oplossing en krijg ik min 0,0009. Ik ben nog niet klaar met de bewerkingen tussen haakjes, want er blijven ook bewerkingen tussen haakjes over. Die optelling zal ik nu gaan uitrekenen. We nemen het stappenplanje er weer eventjes bij. Ik heb twee tekens na elkaar, plus min, daar wil ik altijd eerst van geraken. Plus en min na elkaar werd altijd min. Dus krijg ik min 1,2 min 0,3 en de rest heb ik niets mee gedaan, dus schrijf ik mee over. Als de twee tekens na elkaar weg zijn, moet ik mezelf afvragen of beide getallen hetzelfde teken hebben of niet. Min 1,2 en min 0,3 zijn beide negatieve getallen, dus hebben ze hetzelfde teken. Ik zal dan dat teken behouden. Mijn oplossing wordt ook negatief, krijgt ook een minnetje. En ik ga dan de getalletjes bij elkaar optellen. 1,2 plus 0,3 wordt 1,5. En ik krijg min 1,5. En de rest van de oefening schrijf ik weer over. Ik ga verder met stap 2, machten en vierkantswortels. Die zijn er niet, dus die stap kan ik overslaan. Dan neem ik stap 3. Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. En ik zie wel een deling, dus die ga ik nu uitvoeren. Ik neem eventjes het stappenplan om decimale getallen te delen er weer bij. We bepalen als eerste het teken. Ik zie twee negatieve getallen, dus mijn oplossing zal sowieso positief worden. Dan maak ik de getallen comma vrij. Min 1,5 en min 0,5. Als ik daarvan de komma af wil, zal ik beide getallen met 10 moeten vermenigvuldigen. Krijg ik 15 en 5. En dan voer ik de deling uit. 15 gedeeld door 5 is gewoon gelijk aan 3. En dan is mijn oefening helemaal opgelost. Laatste voorbeeldje. Stap 1 is nog steeds bewerkingen tussen haakjes. Ik zie nergens bewerkingen tussen haakjes. De haakjes die er staan, zijn er gewoon omdat anders we weer twee tekens na elkaar zouden hebben. Dus ik kan niets tussen die haakjes uitrekenen. Ik ga naar stap 2, machten en vierkantswortels. En ik zie wel een macht, min 3,4 tot een 0 de macht. Alles wat ik niet ga uitrekenen, schrijf ik weer over. En ik neem eventjes het stappenplan voor de machten van decimale getallen erbij. Maar wat zie ik nu? Ik heb een speciale macht, dus ik hoef eigenlijk zelfs mijn hele stappenplan niet te gaan overlopen. Want ik weet, tot de 0 de macht zal toch altijd 1 worden. Dus ik kan het meteen uitrekenen. We gaan verder met onze derde stap, vermenigvuldigen en delen van links naar rechts. Ik zie een vermenigvuldiging en een deling, dus ik begin bij de vermenigvuldiging, want die staat links. Alles wat ik niet, ga, niet onderlijnd heb, ga ik weer overschrijven en ik neem het stappenplantje erbij voor het vermenigvuldigen. Beginnen met het teken te bepalen. Ik heb 1 minuutje, een oneven aantal minuutjes, wil zeggen mijn oplossing wordt negatief. Ik vermenigvuldig zonder komma. 21 x 2 is 42. Ik tel het aantal decimalen in de opgave. 2,1 heeft 1 decimaal, 0,2 ook 1 decimaal, dus dat worden 2 decimaal bij de oplossing 1 plus 1 is 2 en dus krijg ik 0,42 en dan vul ik verder aan met wat ik niet onderlijnd heb. We zijn nog niet klaar met stap 3 vermenigvuldigen en delen van links naar rechts, want we hebben nog een deling. Alles wat we niet onderlijnen schrijven we over en we nemen het stappenplan erbij. We bepalen het teken, ik heb 1 minuutje, dus in mijn oplossing zal ook sowieso een minuutje staan, zal ook sowieso negatief zijn. Dan zou ik de getallen comma vrij kunnen maken om de deling uit te voeren, maar ik weet, delen door 1, dan blijft mijn getal eigenlijk juist hetzelfde. Dus krijg ik gewoon opnieuw min 0,42. En dan hebben we de laatste stap, optellen en aftrekken van links naar rechts. Ik neem het stappenplantje er weer eventjes bij. We beginnen altijd met de twee tekens na elkaar weg te werken. Min en min wordt plus. Ik kijk na of beide getallen hetzelfde teken hebben of niet. Min 2,42 plus 0,42. Twee keer een verschillend teken. Dus ik zal het getal met de grootste absolute waarde moeten zoeken. 2,42 is groter dan 0,42, dus wordt mijn oplossing negatief. Ik neem het teken van het getal met de grootste absolute waarde en dan ga ik de getalletjes van elkaar aftrekken. 2,42 min 0,42 blijft er nog 2 over. En dan is heel mijn oefening opgelost. Nu is het aan jullie om aan de slag te gaan met oefeningen op volgorde van bewerkingen. Nog een paar tips. Noteer overal alle tussenstappen. Gebruik alle stappenplantjes die je geleerd hebt. Als je sommige bewerkingen nog moeilijk vindt, leg die stappenplantjes er dan bij. Of ga ook eens terugkijken naar de filmpjes van de afgelopen weken, die allemaal nog op de website staan. Dan kan je eventjes terug eens bekijken hoe die bewerking nu weer juist in elkaar zat. Onderlijn altijd wat je eerst gaat doen. Alles wat je onderlijnt ga je uitrekenen en al de rest schrijf je over. Veel succes!